Monogamie. Nou, dat betekent op zichzelf hebben wij een systeem wat wettelijk de monogamie in feite met zoveel woorden voorschrijft. Want je kunt niet met meer dan één vrouw trouwen in Nederland. Dan ben je bigamist en dan word je ook, volgens mij word je dan veroordeeld. Met verlossen, kunt u mij horen? Hey, het was een goede week voor het kabinet, want ze hebben toch behoorlijk wat... Tenslotte bleek er een kabinet te zijn. Ja. En ze hebben elkaar ook kunnen vinden. Misschien hebben ze even moeten appen om te zeggen van zeg, we gaan nu echt iets doen. Ja, sorry, de afgelopen week is het een beetje een trieste vertoning geweest, maar nu moeten we toch echt de handen uit de mouwen steken. En ze hebben een enorm pakket hebben ze samengesteld. Waarvan we de precieze inhoud niet kennen, hoewel de hoofdlijnen wel zijn uitgelekt. Dat was verhoging vooral van het minimumloon en daaraan zijn allerlei uitkeringen en de AOW-betaling is daaraan gekoppeld. Dus ik ga er ook nog wat op vooruit. Ja, want ja, ik leef in een huishouden met twee AOW-uitkeringen. Dus je begrijpt, we gaan extra boodschappen doen. Maar dit geldt allemaal niet nu, maar eigenlijk voor de begroting van volgend jaar. Precies. Want de details zullen ons pas op de derde dinsdag worden onthuld. Ja, maar dus in september. U weet, Prinsjesdag. Ja, pakket van 15 miljard, begreep ik wel. En ja, het is een fors pakket. Maar ja, als je natuurlijk naar de inflatie kijkt, dan is het maar de vraag in hoeverre. En het moet ook wel een beetje eerlijk verdeeld worden, zou ik zeggen. Iemand als ik bijvoorbeeld, ik kan ook zeggen, nou ik vind het wel prijzig of zo, maar het treft me niet bijzonder. Dus het moet wel die mensen moeten geholpen worden die werkelijke problemen hebben. Niet waar in de uitgavensector. Ja. Ja, ik bijvoorbeeld wat betreft de gasprijs. Laat ik nou toch 1 januari van dit jaar een contract hebben afgesloten. Dat meen je niet. Ja, op advies van mijn zoon wat 3 jaar loopt. Dus ja, dit. Dus jij kunt 22, gewoon lekker... 22, 23 en 24 zijn al gedekt. Ja, dus jij kunt gewoon lekker doorgaan zoals je al... Ja, ik wist het eigenlijk niet. Toen zei mijn zoon, kijk nou eens even wat je eigenlijk, waar je voor gegaan bent. En ik bleek inderdaad een 3-jarig contract te hebben. En ik ga kijken wat je nu ziet aan de gasprijs wereldwijd. Is natuurlijk dus paniek. Ja, pure paniek. Dus ja, blijft dat op dit achterlijke niveau? Nee. Zal het ooit nog zo weer zo goedkoop worden als dat Russische gas was wat we kregen via Nord Stream en zo? Waarschijnlijk niet. Maar dit zijn echt een beetje ja, panische, licht hysterische reacties. Ja. Omdat natuurlijk iedereen wereldwijd probeert gas te kopen. Al beweerden de Duitsers dat hun voorraden goed op peil waren en dat ze zich geen zorgen maakten over de komende winter. Ik dacht dat onze voorraden ook redelijk waren. We hebben natuurlijk altijd toch de sidestep mogelijkheid om in Groningen de kraan open te draaien. Dus ja, laten we ook weer niet te paniekerig doen. Ja, bovendien, het zou natuurlijk wel heel treurig zijn als we nu echt een koude winter zouden krijgen, nietwaar? Als Reinier Paping uit het graf moet opstaan om weer een Elfstedentocht te rijden. Nee. Het zijn natuurlijk wintertjes van niks geweest de afgelopen jaar. Het is een lange herfst. Ja, een lange herfst, zo kun je het noemen. Maar met dat vreemde verschijnsel dat je dan ineens als een soort verrassingseffect in februari nog een koude week krijgt. Hè? Net als je begint te denken, zo, het zit er weer op. Krijg je nog een koude week, zoals dit jaar. Ja, zoals dit jaar. Ja, dit jaar. Vorig jaar ook toen hadden we dat met die... Ja, hetzelfde patroon eigenlijk. Ja, heel interessant. Net als je denkt, de winter is voorbij, dan begint hij nog heel even, maar dan... Je ziet zo'n wind ook zeggen, denk ja, een week, oké. Ik doe een week moeilijk, maar dan is het ook afgelopen. Ja. Omdat de zon natuurlijk dan automatisch al wat hoger komt. Dus die compenseert de kou die ons uit het oosten bereikt. Ja. Je merkt nu al aan de ochtenden en de avonden dat we richting het najaar gaan. Hè? Heel goed, ja. Ja. Ik ben een groot liefhebber van het najaar, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus je vindt dat niet erg? Ik vind het heerlijk. Ja. Een van de grote, grote voordelen van Nederland zijn de fantastische seizoenswisselingen natuurlijk. Hè. Lullige winters, daar ben ik enorm voor, want ik heb niks met kou. Tegenwoordig wel veel te warme zomers, zoals deze. Ik vond echt, zelfs op Texel was het reetende warm. Maar heerlijk voorjaar, langdurig voorjaar, langdurige herfst. Je ziet nu ook al. Als je s'avonds wandelt, kan het al herfstig indruk maken.
Ja, ik ben natuurlijk jarig in de herfst. Hè. 24 oktober ben ik jarig, de dag van de Vrede der Naties. Is toen speciaal gehouden in verband met mijn verjaardag. Ik vind de herfst fijn. Echt fijn. Ja. Heb je dat filmpje van Zelensky gezien? Wat hij volgens mij heeft iedere dag... Een herfstig filmpje of niet? Nee, het was geen herfstig filmpje. Nou, het had er wel mee te maken. Hij zei van Rusland gaat die gas inzetten. Als, dat doen ze al als wapen. Ja, natuurlijk. Dat doen ze al lang. Ja, nogmaals. We zijn gewaarschuwd. We zijn jarenlang gewaarschuwd. En iedereen zei, ik ook, dat zal zo'n vaart niet lopen. En Poetin heeft ons ook nodig, want hij moet dat geld. In feite heeft hij niks te exporteren, behalve fossiele brandstoffen. En tenslotte heeft hij zelf gekozen voor een zeg maar autarkisch-achtige situatie voor Rusland. Ja, ten behoeve van zijn imperiale expansiedriften. Ja, want je hebt nu dat gelul met die Nord Stream 1, hè, waar ze dan zeggen, ja, gas kan niet stromen. Oh, het zijn natuurlijk, dat weten we nou werkelijk al jaren. Het zijn leugenaars. Ja. Het zijn, laten we het simpel samenvatten, het Russische regime bestaat uit dieven, moordenaars en leugenaars. Ja. Dat is een grote trend. Dan heb je eigenlijk alle facetten van het regime heb je bij elkaar. Ja. Olielek werd er gezegd. Hè? Daardoor ja, hij is nu bezig om begreep ik, de directieleden van de diverse grote maatschappijen om het leven te brengen. Nu was er weer een in het ziekenhuis van 6 hoog naar beneden gevallen. Dat heet defenestratie. Dat is een veel voorkomend verschijnsel in de geschiedenis. Dat onwelgevallige personen uit het raam gegooid worden. Ja, en ik wist niet dat iemand... Dan moet iemand in dat Kremlin hebben gezegd, joh, weet je wat we gaan doen? We gaan ze gewoon uit het raam gooien. Ja. Dus het lijkt zelfmoord, maar ze worden een handje geholpen bij zelfmoord. Ja, de kans dat zo'n man van deze man was 64 of zo. Zijn hoofd niet erg snurger uit. Maar goed, dat hij toevallig uit van de 6e verdieping van een groot ziekenhuis in Moskou naar beneden valt, die lijkt mij verwaarloosbaar klein. Ja. Ja, of het moet suïcide zijn geweest, maar dat werd door velen gezegd, dat was niet waarschijnlijk in zijn geval. Ja, maar doet deze man... Maar we wisten natuurlijk ook wel weer, dit zijn allemaal lui die iets hebben gezegd wat onwelgevallig was. Mm. Ik dacht dat Lukoil, hè, want daar ging het geloof ik over, ja. Dat had bij het begin van de oorlog gezegd dat ze er niet gelukkig mee waren. Wat heel begrijpelijk is natuurlijk. Dus ja, die worden keurig gestraft. Sommigen zelfs met hun gezin, wat ik wel... Maar goed, hebben we nog één illusie over Poetin en zijn kornuiten? Nee, toch. En die bezittingen worden dan natuurlijk ook overgenomen. Hè? Want ja, want dat is natuurlijk allemaal weer een voordeeltje. Dat dan weer andere boefte, niet waar, nog weer een stapje rijker kan worden. Ja. Maar Zelensky zei letterlijk volgens mij, Poetin wil het leven van de gewone Europeaan deze vernietigen. Ja, dat zou hij natuurlijk dolgraag willen, want dan begint de gewone Europeaan begint te piepen. En dan heb je natuurlijk altijd populisten die zeggen van, jongens, er is eigenlijk niks aan de hand. Dat ligt gewoon, de elite heeft de hele boel versteerd. En dat zijn hele simpele oplossingen. Je hoeft maar een put open te trekken en de energie komt eruit. Nou, de bekende nul oplossingen waar de populisten zulke meesters in zijn. Dat kan en dan kan het verstrekkende politieke gevolgen hebben. Te meer omdat er in heel veel Europese landen een pro-Poetin-factie is. Niet verschrikkelijk groot, maar die is er wel. Denk aan iemand als Orbán. Die kan het prima vinden met Poetin. Die kreeg ook een prijsdeeltje aangereikt in verband met zijn sympathieke opvatting over Rusland. Mm. In Nederland heb je ook mensen die Poetin een hele Piet vinden. Mm. Hmm. Illustratief was ook wat Siemens zei. Want Siemens, de Russen zeiden, Siemens is bezig om dit olielek te dichten. En Siemens wist van niks. Die zeiden, we zijn helemaal niet benaderd. Dus ja, maar goed, je hebt daar toch... Dacht jij daarvan dat wat die Russen zeiden, dat je altijd... Nee. Ja, zo moet het wel zijn. Nee, zo is het natuurlijk niet. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk dacht dat Poetin wel een ongelofelijke boef was. Maar dat het een, laten we zeggen, een rationeel calculerende figuur was. Dat hij een vrij coole rekenaar was. En dat blijkt hij dus totaal niet te zijn. Het is een man die verteerd wordt door de wonderlijke emoties. En die kennelijk zo geraakt is toen hij ooit in Dresden in dat kloterige kantoortje zat. En plotseling in feite het hele regime waarvoor hij daar zat in elkaar stortte. Zodat hij de papieren moest gaan verbranden en nog tijdelijk om...
in zijn levensonderhoud te voorzien nog tijdelijk taxichauffeur is geweest. Ik heb dat kantoortje bekeken van buiten. Nou, inderdaad, het is. Was het nou Dresden of Leipzig? Nou ja, doet er niet veel toe. Eén van de twee. Het stelde niet veel voor. Ja. Ja, ja. En Poetin, want jij zegt hij is rationeel. Maar The Guardian had... Nee, ik zei, ik dacht dat hij rationeel was. Ja, wat hij en niet hij is. Blijkt in feite door emoties gestuurd te zijn. Niet waar, die hem duur te staan zullen komen op de langere termijn. Ja. Ik weet niet wat voor illusies hij er zelf over heeft. Of de kring om hem heen eigenlijk heeft. Maar kijk, Rusland blijft natuurlijk een zwakke speler. Omdat het als industriële natie geen bal voorstelt. Hè? Waarom is er überhaupt angstigheid rond het hele probleem met Rusland? Dat komt omdat het natuurlijk wel nucleair zwaar bewapend is. Vandaar ook dat hij altijd met die dingen aan het dreigen is. Ja. Goed, nou, dreigen is ook geen doen. Ik kan me niet voorstellen. In hoeverre hij uiteindelijk door emoties gestuurd wordt, dat zullen we af moeten wachten. Maar dat dit conflict uiteindelijk voor Rusland nadelig zal zijn, daar twijfel ik echt geen moment aan. Ja. The Guardian had volgens mij op een rij gezet dat tijdens de Koude Oorlog gas wel nog gewoon van Rusland naar Europa stroomde. Ja. En nu dus niet meer. Dus dat geeft wel de ernst van de situatie aan. Ja, omdat we nu ook gezamenlijk besloten hebben om dat gas niet te willen hebben. En bovendien, de Europese Unie werkt aan een gezamenlijk energiebeleid op dit moment. Waar Nederland en Duitsland, naar ik begrepen heb, zich langdurig tegen verzet hebben. Die wilden het toch afhankelijk laten zijn van prijsvorming in de markt. En nu hebben ze ook wel gezien dat dat misschien toch nog handig is als we dit met z'n allen oplossen, dit probleem. Dus in ieder geval tijdelijk. Ja. Ja, maar dan kun je natuurlijk ook een prijsplafond erin zetten. En vermijden dat sommige lui via toch stils aan die spullen komen. Ja. Ja, er wordt ook gezegd van, het is op zich wel goed wat er nu gebeurt. Want je ziet in Nederland dat er al volgens mij 20% ruim minder gas verbruikt. 25% minder. Ja, ja. Indrukwekkend vond ik het. Want dat betekent eigenlijk met zoveel woorden dat er komt wat prijsdruk. Zeg, en een kwart van het energieverbruik kan plotseling verdampen. Ja. Zouden ze dan als met het licht aan laten branden? Het was vooral ook in de elektriciteitsindustrie. Daar waren de grootste winsten geboekt. Zouden ze gewoon uit luiheid de boel gewoon hebben door laten draaien. Zo van, jongens, dan moeten we morgen allemaal nog aansteken. Dus we laten, nou, ik weet niet hoe. Want dat is altijd interessant bij journalistiek. 25% minder. Dan is toch de eerste vraag die bij je opkomt. Hoe kan dat? Laten we die luis bellen. Hoe zit dat precies? Hoe kun je plotseling een kwart van je energieverbruik laten verdampen? Planbureau had het volgens mij uitgerekend. Ja, wie had het uitgerekend? Een instantie in ieder geval. Het waren niet journalisten die er doorheen gingen. Nee. En journalisten die laten vaak de interessantste dingen liggen. Dat je denkt, joh, stel nou eens een verstandige vraag. Ja, maar kijk eens naar jezelf. Als ik bijvoorbeeld boodschappen ga doen en de tv staat aan, ja, die laat je wel vaak even aanstaan. Oh ja? Doe je dat niet? Nou, ik doe de boodschappen, maar mijn vrouw zit thuis naar de televisie te kijken. Oh, kijk, ja, dat kan ook. Maar stel dat je even weggaat en je gebruikt een elektrisch apparaat niet, dan wordt het een lamp. Ja, ik moet je eerlijk bekennen, dat mijn studeerkamer is zo'n zooi, dat als het donker is, laat ik één lampje daar branden. Ook in de nacht? Nee, alleen als de kans groot is dat ik daar een half uur weer terug zal keren in die studeerkamer. Omdat ik bang ben dat ik mijn nek breek over mijn eigen rotzooi. Ik heb een paadje van de deur naar het bureau. En dat wil ik wel kunnen zien. En daartussen liggen allemaal papieren en boeken en zo. Ja, ja, precies. Stapels boeken in een soort... Ja, hoe zal ik het zeggen? Je hebt zo van... Het is niet alpien het landschap, maar het is zo'n beetje de aanloop naar een gebergte. Hè? Ja. Lage, maar toch indrukwekkende heuvels. En neem je computer, zet je die uit als je hem niet meer gebruikt? Zet ze zelf uit, hè. Ja, dan gaat hij ze zelf uit. Als je naar de wc gaat, zet hij ze zelf wel uit. Dat is stand-by, maar dan staat hij niet helemaal uit. Het heet sleep, heet dat geloof ik. Sleep, ja, op de Mac heet dat sleep. Ja, maar dan is het energieverbruik minimaal bij mijn weten. Ja, nee, dat hebben ze dus een keer uitgerekend, dat dus best nog wel wat gebruikt dan. Ah, nou, dan moet ik bekennen dat ik hem gewoon zichzelf op sleep laat zetten. Ja, nou, ik doe dat ook hoor, maar ik ben dat dus gaan lezen. Dus er staat op internet en zo staan. Dus als we allemaal onze computer echt uit zouden zetten, precies, dan zou dat misschien wel 1% in ons energieverbruik. Bijvoorbeeld een opladen van een telefoon. Als je die, ik laat die ook wel eens gewoon in het stopcontact zitten als de telefoon niet meer aanhoudt. Ja. Hetzelfde.
Maar dan loopt er toch geen stroom. Als er geen stroomafname is, dan loopt er toch geen stroom. Ja, maar schijnbaar wordt er dan toch nog wel iets van verbruikt. In dat dingetje. In dat adaptertje. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik liet dat ding gewoon... Ik liet dat gewoon in stopcontact zitten. Althans op Texel. Ja. Hoe doe ik dat hier eigenlijk? Ja, het is nu alleen een stekkertje wat in een stekkerdoos zit. Het schijnt ook brandgevaarlijk te zijn. Brandgevaarlijk. Dat is een van de dingen natuurlijk. Als je eigenlijk... Kijk eens een week naar de televisie. Of misschien een maand, ik weet het niet. En tel alle risico's op die zich klaarblijkelijk voordoen in het dagelijks leven van de normale mens. Als je dat allemaal optelt, niet waar, en je leest het nog eens door, dan denk je dat ik nog leef. Hè? Dat ik überhaupt nog leef. Denk aan al het voedsel wat besmet is, niet in orde is, te weinig vezels bevat. Nou goed, de brandkans, dat als ik het zo hoor, dan is de kans dat mijn hele studeerkamer de fik in gaat. Met die hele koekoek, het is al een wonder dat het niet... in de afgelopen 44 jaar niet afgefikt is. Ik woon al 44 jaar namelijk. Nee, je moet dat ook een beetje... Hè? Je hebt nu ook allemaal van die reclames voor inbraak. Hè? Dat zo'n gezin komt bij een ander gezin op bezoek... en die zeggen van... ja, we hebben hier alles hebben we hier laten met computers is het afgeschermd en zo. Je denkt, donder nou een eind op, joh. Hè? Dat zal ook wel energie kosten. Ik heb gewoon een knip op de deur. Hè? Doe je klats, die doe je. Als je naar bed gaat, zet je de knip op de deur. Dan hoef je echt geen... Kijk, als ze echt naar binnen willen komen... dan kun je de meest fantastische beveiliging op je huis hebben... en dan slaan ze gewoon met een bijl eruit in. Hè? Misschien dat er dan een alarmpje afgaat... maar dan zijn ze al lang weg met de spullen. Ja. En bovendien, wat hebben de meeste mensen in woonkamer... nou voor geweldige spullen staan? Zou ik ook wel eens willen weten. Ja, een grote stoel neem je toch niet mee, of wel? Nee, maar goed, het ligt misschien... Ja, je moet al diamanten in huis hebben. Dat zijn al die mafketels. Dat bleek toch bij al die rijke Nederlanders. Dat was dat met die bende die bij de quote 500 inbrak. Ze waren aan de top begonnen en werkte dat langzaam af. En het bleek dat al die mensen voor enorm hoeveelheden waarde spullen in huis hadden. Bij toch niet goed snik. Ik heb niet eens een horloge laten staan dat je het jatten zou kunnen jatten. Ja, ik gebruik al jaren geen horloge meer. Sieraden natuurlijk. We hebben helemaal geen sieraden, joh, kom op. Ja, maar veel mensen natuurlijk wel. Dat soort mensen... Ja, bijna een halve jaar als je die niet gewoon in een safe laat liggen. Ja. Moet je nog oppassen dat niet bij de Rabobank alle safe leeggehaald wordt. Dat is ook wel eens gebeurd, toch? Dat kan best, ja. Ja, weet je, de Duitsers vaak bij alle banken waar ze toch gingen vertrekken de safe opbliezen. Nee, dat moet veel hebben opgeleverd, hoor. Ja. Maar vaak zie je wel bij een inbraak dat dan een vrouw moet dan dus onder dreiging van een pistool of een mes moet dan die safe openmaken en dan worden alle sieraden meegenomen. Ja, goed, die moet je dus ook niet thuis bewaren. Ben je nou voor een oen als je dat thuis... Ja, maar ja. Wie heeft er nou thuis 3 horloges van ieder 30.000 euro liggen? Sorry, dan verdien je ook dat je bestolen wordt. Ja, er zijn verhalen van mensen die hebben inderdaad zo'n horloge dat deze waarde heeft. In Amsterdam... Zo vind ik een horloge van 30.000 euro zo volkomen krankzinnig als je weet wat kost een normaal functionerend horloge. 25 euro of zo? Ja, denk ik. Laten we er 100 van maken. Het is een beetje een lollig dingetje. Hè? Maar dan is het al wel mee klaar. Ja, ik heb ook geen horloge, maar het zit gewoon op je telefoon, de klok. Ja, dus ja. Bij mij ook. Nou, hartstikke handig. En boven die is ook zo'n atoomklok, geloof ik. Hè, die... Precies. Loopt helemaal gelijk. Ja. Anders. Maar als je in Amsterdam met zo'n horloge wel eens de straat op gaat, word je in sommige wijken word je beroofd van je horloge. Ja, dus dan moet je ook niet met je horloge de straat op gaan. Want ik begreep dat voetballers die dan heel dure horloges, dat is kennelijk een dingetje in die sfeer. Ja, ik vind ook met die dure horloges, sorry hoor, is dat nou voor patje peer gedoe? Hè? Dat is toch eigenlijk triest dat die jongens dan gaan ze verdienen. In plaats van dat ze dat nuttig ergens op een rekening zetten en er iets nuttigs mee doen, kopen ze een idioot horloge, een idiote auto, waarmee je toch niet hard kunt rijden in Nederland. Kortom, dat je ook denkt, wat is dit nou? Ik zat in de klas bij Ruud Boijmans en die ging op een gegeven moment hier bij FC Utrecht voetballen, dus in de Eredivisie. En die had opeens een stylist. Dus die ging hem in zijn huis, ging die hem advies geven, maar ook een kledingstylist. Nou ja, dat krijg je natuurlijk ook. Dat is, ja, mensen zijn kennelijk heel onzeker over wat hun eigen smaak is. Tenminste, dat denk ik. En dan vraag je dus aan een ander van ja, hoe moet ik mijn huis inrichten?
Ja, ik moet zeggen, ik heb ook wel mensen gekend, ik ga het maar geen namen noemen, die ook voortdurend hun interieur aanpasten aan de nieuwe, laten we zeggen, aan de nieuwe toon die te doen gebruikelijk was. Volgens mij doen heel veel bekende Nederlanders dat. Ja, maar ik niet hoor. Wij hebben gewoon een gezellige rotzooi. Ik heb toch wel eens verteld dat als je verhuist, maar dan kom je met al die rommel, komt uit die verhuiswagen en zo. Dus je zet die rommel nou daar maar even neer. Dan kunnen we later wel eens even, gaan we alles ordenen in de woonkamer en zo. Het is gek, maar die banken die we toen volkomen tijdelijk op een plek hebben, die staan op precies dezelfde tijdelijke plek. 44 jaar later. Ja, het is niet zo dat je op een gegeven moment denkt, nu moet het anders. Nu moet die banken naar de andere kant van de kamer. Nou, dat denk je regelmatig. Er zijn allerlei gezinsleden die natuurlijk zeggen, het moet anders en het zou beter kunnen. Maar allemaal hoop werk, joh. Dus dat dan heel snel raakt dat vergeten onder het stof. Ja. En dan leef je gewoon door zoals je de afgelopen decennia ook geleefd hebt. Ja. Ja, en die voetballers die geven ook allemaal feestjes, hè? Dan met veel drank en drugs en ja, dat mag voor mij. Ja, ik heb nooit drugs gebruikt. Kijk, alcohol is ook een drug, daar zijn we het toch ook weer eens. Ja, er zijn fases in mijn leven geweest dat ik een stevige drinker was. Feestjes, maar ik heb niks met feestjes. Dat is ook al zoiets. Je weet, feestjes, de allermeest fantastische feestjes zijn altijd feestjes waar je zelf niet bij bent geweest. Want ze zeggen, leuk feest gaat, joh. Terwijl dan denk je, hebben ze zeker weer, je weet hoe het bij feestjes gaat. Dat meestal is het dan alleen gezellig in de keuken. En daar staat een kratje lauwe pils. En dat is dan eigenlijk het feestje, dat je denkt. Want je weet ook hoe het met drinken is, ik weet niet. We hebben al heel lang geleden afspraak gemaakt dat even als we met z'n tweeën gaan. Tegenwoordig ook sowieso gaan we nooit meer naar feestjes, maar toen we dat dan nog deden. Of verjaarspartijtjes en zo. Een van de twee zou rijden. En dan hoop dat was als jij de vorige keer was, dan nu weer. Altijd hetzelfde liedje. Er was één die niet ging drinken. En die hebben altijd, nou echt 10:30 is wel zo de uiterste termijn. Ze zeggen, laten we nou gaan. Er is niks aan. Degene die heeft gedronken. Nee joh, het is gezellig. Die staat er in die keuken tegen de achterdeur geleund. En staat zo'n heerlijk glas lauwe pils naar binnen te werken. Hoe koop je de pils die ze krijgen kunnen. Het is altijd hetzelfde liedje. Dan krijg je dus tussen die twee, dus de weldrinker en de niet-drinker. En de volgende keer is het precies omgekeerd. Zegt dus, nou. Ja. Maar je hebt geen last van bij feestjes van als je niet gaat van FOMO. Nee, ik ken het verschijnsel. Fear of missing out is dat toch? Ja. Ja, maar daar moet je goed over nadenken. En dan besef je dus dat enorm leuke feestje laatst bij Pietje Puk, dat net zo'n feestje was als dat feestje waar je eigenlijk zo snel mogelijk weer weg wou. Het is vaak zonde van je tijd, joh. Het probleem is dat als je eenmaal wat gedronken hebt, dat je altijd de neiging hebt om te blijven hangen. Joh, neem er nog één, doe niet zo kinderachtig, kom op, hè. Je hoeft niet zelf te rijden, we maken het uit. Ja, tenslotte ben je zo melig dat je alle verhalen twee keer hebt verteld. En iedereen staat hysterisch te lachen. Dat je denkt, oh, het is wat, maar het is niks. Het grootste nadeel van feestjes vind ik, zeker ook van verjaarspartijtjes. Dan komen er een aantal mensen. Allemaal mensen waarmee je best eens even een gesprekje zou willen hebben. Maar ja, als je het zelf hebt georganiseerd, ren je voortdurend rond. Ja. Want dan moet je ook nog hapjes hebben. En weet ik allemaal voor flauwekul. Ben ik ook enorm tegen hapjes, eet thuis maar, zou ik zeggen. En met als gevolg dat je al die mensen die je graag eens even had willen spreken, die kun je niet spreken, want die stommelen na enige tijd dronken of half dronken weg. En heb je ze wel van, hoe gaat het? Nou, het gaat prima, maar je hebt geen gesprek gevoerd. Dus ik vind dat allemaal niks. Nee. Het feestje is een van de meest overschatte dingen die er zijn. Ik kan me best voorstellen als je wat op hebt. Ik ben volkomen tolerant ten aanzien van die Finse premier. Groot gelijk had ze, maar ja, je begrijpt de drukkende verantwoordelijkheid van het NATO-lidmaatschap wat aangevraagd is. Ik begrijp best dat ze een beetje wild wil bewegen. Ze is 35. Ja, 36. Ja, maar ja. Ja, oké. Ja. Dus feestjes, nee, maar dat is natuurlijk ook mijn leeftijd. Dat je tenslotte, geloof je het wel, met de feestjes. Ja. Je komt nu vaak op koffietafels, denk ik. Ik kom ook nooit op koffietafels. Nee? Nee, ja, maar als ik ergens kom, moet ik spreken meestal. Nee, maar omdat natuurlijk mensen... Ze vragen ook altijd of je blijft eten.
Dus als je om 8 uur dat is van, wilt u met ons samen dineren? Nee, dat wil ik absoluut niet. Ik kom binnen een half uurtje van tevoren en dan geef iedereen een hand en dan spreek ik. Ja. Nou, laten we even kijken naar wat vragen die binnen zijn gekomen. Roel, wat vindt Maarten van monogamie? Monogamie? Nou, dat betekent, op zichzelf hebben wij een systeem wat wettelijk de monogamie in feite met zoveel woorden voorschrijft. Want je kunt niet met meer dan één vrouw trouwen in Nederland. Dan ben je bigamist en dan word je dan veroordeeld. Een heel andere is de werkelijkheid van de samenleving, is die volledig monogaam. Nou, voor een meter, dat weten we allemaal. Uit alle onderzoek blijkt dat overspel op grote schaal plaatsvindt, zowel door vrouwen als door mannen. Dat is waarschijnlijk altijd zo geweest, misschien door de sociale, de sociale media enzovoort nog iets aangepunt is. Dus daar kun je zeggen, je ziet ditzelfde verschijnsel in de dierenwereld. Daar zie je vaak langdurige relaties tussen mannetjes en vrouwtjes. Maar als de kansen er even zijn, dan zie je dat mannetjes of vrouwtjes het wel lollig vinden om even vreemd te gaan. Ja. Dus monogamie nogmaals, het is in Nederland in de wet vastgelegd. Maar de praktijk, dat zal deze meneer toch ook wel weten, is een heel andere dan die de wet voorschrijft. Ja. Maar dit is echt het huwelijk. Maar jij zegt dus van dat is eigenlijk is dat dus achterhaald. Nou, ik zeg niet dat het achterhaald is. Ik zeg dat het bijgemengd wordt met gedrag. Ja. Wat in feite niet verboden is. Het is een beetje anders dan in Frankrijk ligt dit weer anders. Dan kan de president gewoon in het openbaar een vriendin hebben naast zijn vrouw. Maar dat is in Nederland bijvoorbeeld. Ja, dat is wat dat betreft zijn we met Rutte natuurlijk gezegend dat. Ja, hij is niks, dus hij heeft geen vrouw, hij heeft geen man nooit gehad, ook begrijp ik. De Telegraaf weet nog wel zo'n vriendin te fotograferen, maar iedereen begrijpt dat dat flauwekul is. Dus ja, wat dat betreft zijn we van dat, bij in ieder geval af van de gezeik over wat doet zijn vrouw, waar winkelen zijn kinderen, kunnen zijn kinderen goed leren. Nee, daar hebben we godzijdank dat we daar niks mee te maken hebben. Nee. Maar zouden we iets flexibeler rondom die monogamie moeten staan? Is dat iets meer moeten nou, loslaten? Nou, we staan er heel flexibel tegenover. Wat denk ik, het probleem is dat natuurlijk veel mensen dan vanwege het overspel in een soort hogere versnelling geraken. En dan Steven even tegen zit in een vechtscheiding met hun eerste vrouw geraken. Dat wil ik. Misschien kan ik iedereen oproepen. Ja, dat slaat verder nergens op, maar. Als u dan toch wil scheiden, doe het rustig en fatsoenlijk. Zorg dat uw kinderen er geen last van hebben. Maak er geen potje van. Ja, maar mensen raken vaak volledig overspannen in zo'n scheidingsproces. Ja. Je ziet in de emancipatie. En dan nog zou ik zeggen, u doet de verstandig aan het helemaal niet te doen. We moeten het fotoalbum moet opgeschoond worden. De familie valt uit elkaar. Het is een hoop narigheid. Ja, maar bij mensen die niet getrouwd zijn, zie je in de emancipatiegolf wel dat er dus ook wel eens relaties ontstaan van 3 mensen. Of dat er een relatie is tussen 2 mensen. Ja, dat schijnt wel voor te komen. Dat is natuurlijk, ja. Dat denk je, ja, in relatie, wat hoe heet dat? Daar zijn ook wel namen voor. Friends with benefits en zo. Daar denk ik toch vaak, wie zijn de verliezers in deze relatie? Dat zou ik wel eens een gesprekje met de betrokkenen. Ja, laten we zeggen dat je zo'n hele club hebt die het allemaal wel een beetje met elkaar doen. Er zijn altijd verliezers. Ja, je hebt de jaloezie ook nog, hè, wat daar een rol in speelt. Daarom zeg ik, er zijn altijd verliezers. Donder nou een eind op, joh. Er is overigens al direct een historisch probleem hier, namelijk is het nationaal socialisme wel een vorm van het fascisme. Maarten van Rossum over Hitler. Door tal van mensen is dat betwijfeld. Die zeggen, nou ja, als je dat goed bekijkt, dan moet je toch constateren dat nationaal socialisme, dat is veel dynamischer dan al die andere fascistische bewegingen. Het is gewelddadiger, het is gevaarlijker. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.